vind jij van je eigen situatie? Fantastisch. Ja, wie is Mike Geurtsen? Ik ben geboren in 1963 in Leimuiden. En van dat hele Leimuiden heb ik nooit iets meegemaakt. Ik weet echt niet wat ik daar heb gedaan. Maar we zijn heel vaak verhuisd. Mijn vader was piloot. En in die tijd tussen Leimuiden en jaren daarna ben ik zeker 4 of 5 keer alweer verhuisd. Ook naar het buitenland. En nou, prachtige tijd gehad. Wat is het leuke van nieuwe steden? Of nieuwe ontmoetingen die je meemaakt met verhuizingen? Ik heb het altijd als heel plezierig gevonden. Elke keer moet je wel weer je spullen weer opruimen en ergens anders naar brengen. Maar nieuwe steden, ik ben ontzettend altijd bezig met, ik wil nog meer zien. Ik wil meer zien. Ik wil meer proeven, ik wil meer kennen. Heel veel mensen zullen misschien zeggen van ja, ik ben blij dat ik op een plekje zit. Voor mij was het drijfveer gewoon zoveel mogelijk van de wereld kunnen zien. En dat is denk ik aardig gelukt. Mijn vader was de piloot, dus dat scheelde ook wel. Ik ging vaak met hem mee als het kon. Dat heeft me ook wel wat studiepunten gekost. Maar een fantastische tijd gehad. Dat zou ik iedereen kunnen aanbevelen om veel van de wereld te kunnen zien. Niet alleen, we gaan in het zonnetje zitten. Nee, wat eten de mensen daar? Wat kunnen ervan leren? Gesprekken voeren, tenminste als je ook de taal spreekt. En me heel veel mensen ontmoeten. En dat is in mijn hele leven op een soort rode draad. Dat ik altijd met mensen in contact ben geweest. Later ook natuurlijk in mijn beroep als fysiotherapeut. Dan komen de mensen sowieso naar je toe. Maar ik heb duizenden mensen gesproken. Of misschien wel nog meer. En dat heb ik altijd met veel plezier gedaan. Misschien was ik daar wel... De mensen dachten, waar heb je het over, joh? Dat is toch helemaal niet interessant? Of ik heb een mooi leven gehad. Nou, ik kom uit een gezin van 5. Ik heb een broer, die is 2 jaar... ouder dan ik ben. En ik heb een zus die is. Hoe kan ik op zoek? Geen idee. Even kijken, die is 6 jaar later gekomen. Dus dan moet je mij even terug. Dus we waren met z'n 5. En wat is daar heel leuk aan? Nou, ik heb mijn zus al een tijd niet gezien. Mijn broer die woont in Beeldhoven, dus die zie ik nog wel. En voor de rest, ja, ik ken zoveel mensen ook van... als je in de medische wereld zit als fysiotherapeut, dan kom je zoveel mensen tegen. Okay. Maar jouw vader was piloot. Ja. Wat deed je moeder? Mijn moeder die was met ons bezig. Gezin van 3 kinderen, dus die hadden daar druk mee. En... wat deed hij? Wij waren in principe altijd... Kijk, in de periode dat ik geboren werd, dat was ook de tijd wanneer de huizen werden gebouwd in Nederland. Heel veel huizen. Dus mijn vriendjes en ik, die waren altijd buiten, naar school. En wij deden allemaal verkeerde dingen. Want wij gingen in de stijgers gingen wij klimmen. Dat mocht natuurlijk helemaal niet. Maar alles was stoer, wat dat deden we. Wij groeven in die grote zandbergen. Die shovels allemaal hadden neergezet, daar gingen wij hut in maken. Nou, dat is natuurlijk bizar, want als het instort, schoon zand, dan ben je gewoon klaar. Maar dat ging allemaal goed. Dat ging allemaal goed. En die tijd van nieuwigheid, nieuwe wijken, nieuwe mensen natuurlijk. Ja, dat was voor ons was dat fantastisch. En we hadden allemaal zoveel vriendjes. En alles kwam 's middags naar buiten en we gingen spelen. En we konden ook spelen. Alleen, we hebben niet alles aan onze ouders verteld. Nee. Mijn vader, mijn ouders zijn gescheiden. Al jaren geleden. En mijn vader is hertrouwd.
Een keer of twee, drie. En mijn moeder die woont in Amersfoort en daar ga ik regelmatig heen. Ik ben er gisteren ook heen naartoe geweest. Even kijken hoe het met haar gaat. Die is 82. Even kijken of het allemaal nog goed gaat daar. En ja, zolang ze nog een druivensap drinkt in de vorm van wijn, gaat het goed. Nou, dat zal ik echt recht voor z'n raap zeggen. Er was alleen maar stront bij ons in huis. Altijd ruzie. Mijn vader en mijn moeder, die dronken. Veel, heel veel. Dus was altijd ruzie. En zowel mijn broer als ik, als mijn zusje, die hebben natuurlijk altijd last van gehad. Want het gaat de hele nacht door. En ja, dat is gewoon bizar. Als je alcoholverslaafd bent, ja, dan is het gewoon, je leven gaat naar de kloten. Alleen die mensen hebben niet meer in de gaten wat het voor hun kinderen betekent. Hm. Hè? Dus ik weet van allemaal voor mezelf dat je gewoon, ja, je slaapt nooit een hele nacht. Ik was trouwens ook blij als mijn vader ging vliegen. Dat was gelijk een stukje rustiger. En dat geldt ook voor mijn broer en mijn zus. Die hebben daar allemaal last van gehad. Alcohol in het gezin, dat is dramatisch. Dramatisch. Maakt alles kapot. Dus daar zit een duidelijk verwijt naar je ouders in. Ja, kijk, het is een verslaving. En ja, hoe ga je daarmee om? Hè? Dus je kan zeggen van, je moet het niet doen. Maar ik ken natuurlijk zoveel mensen die aan de boer zitten. Continu. En sommigen ook helemaal niet meer kunnen functioneren. Maar het is zo zonde. Er gaat een heel gedeelte van je leven, die mis je gewoon. Drink jij zelf? Nee, ik drink bijna niks. Ik heb vroeger ook wel, weet je, in de studententijd, biertje natuurlijk, dit en dat. Rugby. Er wordt ook wel een biertje bij gedronken. Maar niet dat ik. Ik denk niet dat ik ooit het zover is gekomen dat andere mensen last van me hadden. Kijk, als je drinkt met je team bijvoorbeeld, dat is gewoon gezelligheid. Dan kan je van alles kan je ervan vinden. Maar het is gewoon leuk. En ondertussen moet je ook studeren. En je moet wel je dingetjes doen. Ja, en dat is wel gelukt. Ja. Het is in ieder geval, als je erover nadenkt en later even op terugkomt, dan is het een verhaal geweest. Waar zowel mijn zus, mijn broer en ik doorheen zijn gekomen. En we hebben het allemaal wel gered. Hm. En daar ben ik eigenlijk heel, heel blij mee. Op welke leeftijd gingen ze uit elkaar? Mijn ouders. Ja? Na zoveel jaar huwelijk? Hoe oud was jij toen? Nou, ik was toen denk ik, scheiding was middelbare school. 13, 14 jaar ja, zo? Ja, dat is een beetje die periode, ja. En dan worden de kinderen altijd verdeeld, verspreid? Nou ja, wat er met ons gebeurd is wij mochten kiezen of je bij je moeder of je vader wilde blijven. Nou, mijn moeder die wilde natuurlijk alle kinderen bij elkaar hebben. Maar ja, mijn vader was piloot en die ging naar Amsterdam toe. Ja, en als ik het woord Amsterdam hoort, dan ga ik mee natuurlijk. En dat was misschien niet goed en ook niet leuk voor mijn broer en mijn zus. Maar ja, ik ben iemand die, ik ben zo'n vrije vogel. Ik wil nieuwe dingen zien en horen en dat had misschien ook thuis wel gebeurd, maar met mijn vader mee, ja, dat was wat. Dus mijn vader en ik ging naar een nieuwe school in Buitenveldert en ik had mijn eigen rijk, want mijn vader die was aan het werk en ik kwam naar school thuis, dus ik had alles. Maar soms, jij ging niet naar je moeder? Ja, af en toe. Tijd. Ja, en dus ja. Over tijd wel. Ja, maar dat werd steeds minder, want ik had het veel te druk daar in Amsterdam. En ja. Heb ik mijn studententijd ook gehad en ja, dat is natuurlijk de stad der steden in Nederland, laat ik het zo zeggen. En voor mij was dat, ik ging wel naar mijn moeder toe, maar mijn moeder die kwam eigenlijk nooit naar mij toe. Dus ik had het, dat is helemaal, het kan zo gaan, hè. Ik was 12 en het reisje zat er wel aan te komen, weet je, dat ging wel gebeuren. Maar ik ben op een gegeven moment ben ik gaan kijken van, ik wilde in mijn eentje van Amsterdam naar Nice. En toen was ik 15 jaar. Ja, 15 jaar. En ik stond bij de jaarbeurs. Nee, De rij stond ik. En stond ik langs de kant van de weg om te kijken of ik een lift kon krijgen.
Kijk, en als ik bij mijn moeder had gewoond, was dat nooit ter sprake gekomen natuurlijk. Maar mijn vader, ja, die was ook weg. Dus Maaike, die gaat even op pad. Dus ik stond daar bij de rij en allemaal mensen. En ja, ik werd ook uitgelachen van dat goostertje daar en dit en dat. Nou, uiteindelijk kreeg ik een lift. Liften. Ja. Ja, dus ik kwam met iemand mee. En een stukje gereden. Nou, die moest weer ergens anders naartoe. Dus ik stapte uit. En toen ben ik in de loop van een week naar Nice gekomen. Was er in Nice dan? In Nice. Nou, ik ging naar Nice. Amsterdam, ja, Nice. Gewoon... Dat was mijn doel. Okay. Naar Nice. En van Nice... je had niet een meisje zitten of weet ik veel. Nee. Gewoon op de Bonnefoy. Kijken hoe het allemaal gaat. Dat is die hang naar avontuur. Ja, dat was... Nou, daar kwam ik later pas achter. Dat was het begin om te kijken van hoe... Kon ik me daarin dealen? Hoe ging alles goed? Hè? Ik heb het ook niet aan mijn moeder verteld, want die had me gelijk opgehaald natuurlijk. Dat ga je niet doen. Maar mijn vader die was weg, dus ik kon dat soort dingen kon ik wel een beetje flikken. En nou, uiteindelijk met allemaal lifters mee geweest. Ik kwam in Bois-de-Boulogne in Frankrijk. Omdat iedereen zag dat ik een jochie was. En ik werd met name door de dames... Die namen mij gewoon mee. Dus ik was met een groep vrouwen. En zeiden van, nee, wij nemen jou wel mee en alles, want je bent nog hartstikke jong. En nou, dat was de wereldtijd. Ik denk, als dit de wereld is, dan zit ik dus goed. en ik had wel een return ticket, had ik van Nice terug naar Amsterdam. Dus dat had ik vliegtuig. Wel met vliegtuig. Oh, dus dat had je vader geregeld? Ja. Dus okay. Nou, dat was een mooi verhaal. Hele leuke tijd gehad. Ik werd alleen... Omdat ik met die dames ook allemaal mee was, vroegen ze natuurlijk aan mij, hoe oud ben je eigenlijk? En dan had ik gezegd 17. En ik was 15 natuurlijk. Nou, ik denk van, dat geloofden ze wel. Misschien dat ze wel dachten van, nou, dat is een beetje, volgens mij is die wat jonger. Maar op een gegeven moment werd ik, we gingen naar het Louvre met die dames. En wat gebeurde daar? Ik moest mijn paspoort laten zien. Om naar binnen te komen. Want in dat jaar was er een uitwisseling van schilderijen en zo tussen Nederland en Frankrijk. Oké. Okay. Maar ik moest dus mijn paspoort laten zien. En toen zag een van die dames, die zat mee te kijken. Die zag, hè, 1963. Ik ben verdomme maar 15 jaar. En dat was eigenlijk een soort vriendinnetje van me. Nou, toen was alles opgeblazen natuurlijk. Toen was het verhaaltje uit. Uiteindelijk ben ik natuurlijk gewoon weer naar Amsterdam gegaan. Maar ja, ze hadden het in de gaten dat ik toch wat jonger was dan... Ik ben naar Australië gegaan, omdat ik dat een fantastisch land vond. En ik wilde gewoon... ik had mijn doel gezet, ik ga van Sydney naar Darwin lopen. Dat is 1000 kilometer, zeg maar. En dat ben ik gaan doen. Ik had me wel met alles en alles voorbereid. Ik had met mensen gesproken die daar al waren geweest, hoe dat ging. Eigenlijk hoe oud was je toen? Ik was toen 17. Ja, 17. Even kijken, waar was ik nou? Van Darwin naar Dingen, lopen 1000 kilometer, ja. Had je voorgenomen. Ja, dus daar ga je het vliegtuig in, kleren aan het vliegen natuurlijk, daar uitstappen. Ik had voor één nacht had ik een youth hostel gereserveerd. Dat ik in ieder geval na de aankomst dat ik er even kon slapen. Maar dat was niet eens nodig, want ik liep daar gewoon. En ik had met een man in het vliegtuig gesproken. En die zei van, joh, ik ga naar mijn neef toe. Jij kan wel gewoon bij hem slapen, hoor. Dus ik werd zo meegenomen, gewoon vanuit het vliegtuig. Mensen kenden helemaal elkaar niet, maar ze zijn zo open daarin. Ze zeggen van, nou, ze zagen ook wel dat ik een jonge gast was. Weet je, en misschien was dat wel het idee van, oké, laten we die maar eventjes helpen. Want anders gaat dat misschien helemaal mis. Dus ik kom met die man mee, kwam bij een familie terecht. Alles geregeld heb ik twee weken gezeten. Maar wat gebeurde er? Een van die mannen die zei tegen mij van, joh, wil je niet geld verdienen? Ik zeg, ja, natuurlijk. En hij zegt, nou, dan ga je bij mij op de truck, want ik kan wel handjes gebruiken natuurlijk. En zo ben ik de eerste twee weken ben ik gewoon aan het werk geweest, heb ik gewoon geld verdiend daar. Nou, toen heb ik gezegd na twee weken, ja, dat is niet helemaal mijn bedoeling. Hè, want dus ik ging wandelen. Waarom wandelen dan? Ja, ik vond dat een gigantische uitdaging. Oké.
En je krijgt wel af en toe lift, een lift of krijg je wel tussendoor. Maar is dat een wilde je wat bewijzen naar jezelf of naar anderen? Ja. Van kijk mij nou eens even 1000 kilometer achter elkaar lopen? Of? Ja, nou ja, het was meer het avontuur. Het is zo'n groot land. Het is ook een verschrikkelijk land. En niet iedereen denkt altijd aan gevaarlijke dieren, krokodillen, weet ik wat. Maar het ergste wat je er hebt zijn gewoon insecten. Die vreten je helemaal op. En dat vind je dan aantrekkelijk of zo, dat je er laat opvreten door insecten? Nee, maar dat weet je niet. Oh. Oh, dat weet je niet? Daar was ik helemaal niet bekend mee. Oh, okay. Nou, ik heb in mijn beide hielen, bij mijn Achillespees, er zaten gewoon gaten doorheen. Dus ik was bijna mijn voeten kwijt. En toen raakte ik wel enigszins in paniek. En omdat je veel in water daar loopt, wordt alles zacht natuurlijk. Dus dat gaat een beetje rotten. En ik heb mazzel gehad dat ik ergens in een of ander heel klein dorpje daar kwam er iemand tegen en er was een apotheker. En die zegt van ja, je kan zo niet verder gaan, want als het afscheurt ben je gewoon je voeten kwijt. Ik zeg, ja, dat is niet goed. En toen heeft die man, die apotheker, die heeft een soort specie gemaakt. En heeft die erin geplakt dat alles bij elkaar bleef. Verband eromheen. Hij zegt van, je mag nou gewoon 2 tot 3 weken, mag je helemaal niet meer lopen. Nou, dat kon eigenlijk niet, dus ik dacht van nou, dat gaat wel goed. En het is uiteindelijk ook goed gegaan. Het is ook, dat hij mooi gemaakt. Maar anders was ik mijn voeten kwijt. Gelukkig was ik ze niet kwijt, dus ik kon gewoon weer verder. Maar ja, dat zijn van die dingen, die weet je niet, hè. Nee. Er zitten daar zoveel beestjes en iedereen denkt aan grote dieren waar je bang voor bent. Nou, daar moet je ook bang voor zijn, want ik heb ook, je moet ook leren wat het verschil is tussen een fresh croc en een vleesetende krokodil. Ja. En de vegetarische krokodil, dat moet, okay, moet je leren. Die, ja, vegetarische, die kan je wel hebben, maar die andere niet. Nou, ik heb heel veel momenten ook, je moest je altijd, als ik ging slapen, moest ik in een boom gaan klimmen om hem vast te binden. Want wat je ook in Australië hebt is flooding. Dat is? En flooding is één keer per jaar, dan komt het water heel erg omhoog. En dan staan gewoon alle wegen, die staan onder water. Je ziet ook in één keer wat je zag de dag ervoor. Daar bomen, dit, zus en zo. En één keer is alles weg. Dus je zit in het water gewoon. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ik bedoel, maar is daar geen moment dat je dacht van, goh, laat ik maar even terug gaan naar Amsterdam? Want Nee. Ik moest naar Darwin. Okay. Dat was het doel. En heb ik uiteindelijk ook gered. En ik zal nooit vergeten, ik had daar een youth hostel besteld al van tevoren. Dat ik, als ik daar was, dat ik in ieder geval kon slapen. En ik loop daar rond in die tent en in één keer hoor ik een gast. En ik hoor dat hij af en toe Nederlands praat. Er zijn natuurlijk meer mensen daar die Nederlands praten. En dat was een man en was Fred. En Fred, dat was een hippie. Paarse kleding aan, weet ik wat allemaal. Hij zag eruit als een, tegenwoordig zou het hip-hop zijn, denk ik. En ik kwam Fred tegen. Nou, dat werd in de loop van de tijden werd dat een vriend van me. Geweldige kerel. Grote baard. En een landloper gewoon. Nou. Dus uiteindelijk, het is natuurlijk zoveel gebeurd in het jaar. Een fantastische tijd gehad. Ik heb het ook gered. En ben weer teruggekomen. Maar je was wel van plan om terug te gaan. Je wilde dat land ontdekken. Nou. Je wilde jezelf ontdekken, je wilde tegen avonturen aanlopen. En en op een gegeven moment was dat eindig en dan zou je teruggaan naar Amsterdam. Ja, het probleem in Australië was, je mocht daar niet werken. Je kreeg geen permit voor. Maar, of onder ons gesproken, ik heb daar wel gewerkt, want je hebt daar heel veel boeren. En dat zijn deer farmers, die hebben koeien, maar gelijk een paar honderd. Die hebben herten en paarden. En wat Fred en ik deden met nog een ander groepje, dat wij moesten voor die dieren moesten elke keer naar een nieuwe paddock. Een paddock, een stuk grond weer, waar ze wel konden grazen enzovoort. En dan moesten wij, ik was een soort cowboy, deden we op paarden en zo. Was fantastisch. Was natuurlijk heel cool. Maar, waanzinnige tijd. En later heb ik nog wel eens gedacht van ja, waarvoor ben ik dan eigenlijk niet gebleven? En dat waren farms van honderden kilometers. Zo verschrikkelijk groot. Ja. En heel vaak moesten die beesten, die zaten nergens klem.
En moesten wij die koeien eruit halen, of die paarden, of de herten die ze ook hadden. Ja, dat was wel was echt een cowboy, hè. Als jij zegt dat je daar voor altijd zou willen blijven, of dat de gedachte wel eens door je hoofd schoot, waarom ben je dan teruggegaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Dank je. Ik wilde er ook blijven. Ik wilde wel blijven, maar A, kon ik daar... Je had eigenlijk illegaal werk. Waar ook veel in... Waar je heel veel werk mee had, was drugs. Ben ik ook mee in aanraking gekomen, nu ik het toch over heb. Overal groeit daar gewoon wiet. Kun je gewoon plukken. En dat is goede handel. En met jongens met wie ik ook werkte, die zeiden ook heel vaak tegen mij: Mike, je moet even meegaan. We gaan weer even met stoppen de auto vol met wiet. En dan kan je ook mee. Ik zeg van ja, maar weet je, in Nederland is dat anders. Als je het hier doet en je gaat bijvoorbeeld naar de oostkant en ze pakken je, dan ga je gewoon de bak in. Voor heel lang. Ik zeg van, dat ga ik niet doen. Maar dat heb ik natuurlijk op een gegeven moment wel gedaan, want ik moest toch die kant op naar weer richting Sydney. Dus ik ben met die jongens meegegaan en dan kom je ook allemaal andere mensen tegen van, hey, hebben jullie hier wiet? Hoeveel heb je? Nou, ja, we hebben zoveel. Mooi, we willen het hebben. Iedereen wil dat allemaal hebben. Kun je nagaan hoe het in Nederland is. In Nederland kan je het gewoon kopen en daar is echt alles eigenlijk illegaal in die tijd. En ik wilde eigenlijk, ja, ik moest alweer, ook vanwege mijn permit, die liep af. En die kreeg, toen was het niet zo dat je gelijk een verlenging kon krijgen. Moest je echt terug naar Nederland. En dan vanuit Nederland zou je dan wel opnieuw kunnen starten. Maar het is een, ik zou er een boek over kunnen schrijven, over dat, wat er allemaal gebeurd is. Het was, ik noem dat, Romario had dat ook, the hand of God. Maar die heb ik ook gehad, hoor. Ik heb wel wat, dat ik dacht van, nou, dit ga ik niet meer redden. En niet in paniek raken, maar ik heb verschrikkelijke tijden gehad. Ik denk van, nou, ik ben wel 3-4 keer dood gegaan, denk ik. Okay. Ja. Maar jij moest terug vanwege dienst. Nou, ik had, het is goed dat je het zegt, maar ik had tegen mijn vader, ik wist dat ik in dienst moest en ik wilde ook in dienst. En ik wilde alleen maar bij de commando's. Ik weet nog dat ik, je moet dan een tijd daarvoor moet je bij de gemeente komen en dan moet je allemaal dingen aanvragen. En wat wil je doen? Ik zeg, dus die man die kwam bij me, ja, wat wil je doen? Ik zeg, ik wil bij de commando's. Ja, maar hoe zo en dit en dat. Ik zeg, luister, ik wil alleen maar dat en anders ga ik nu weg. Nou, en uiteindelijk ben ik bij de commando's gekomen, want ik vond dat gewoon, Maar wist jij wat dat was dan? Ja, ik had wel dingetjes erover gelezen, maar ik wist niet, laat ik zo zeggen, na de eerste dag. Ik weet niet of je de eerste dag nog kan, dan denk je van, dit is niet normaal wat er gebeurt. Nee. Maar ik was fit en ik was gewend om buiten te slapen, dus ik had wel een aantal voordelen. En ik wilde het ook graag. En natuurlijk werd de eerste keer elke keer gezegd van, ja, maar jij gaat het niet doen, jij gaat gewoon weg. Ik weet niet wat ze tegen de anderen hebben gezegd, maar ik had er eentje erbij die zegt, wegwezen. Nee, ik ga niet. En dat heb ik in de loop van de tijd, weet je, bij de ECO ook, heb ik het ook gehad. Ja, ga maar naar huis. Ik zeg, maar ik ga niet naar huis. Weet je, dat gezeik elke keer. Hm. Dus daar was ik helemaal klaar voor. Okay. Ik zou ook nergens anders naartoe gaan dan daar. Je komt daar. En nou, dat is een beetje chaotisch hoe alles gaat, hè? Want je moet dingen even ophalen, je moet naar je bedje toe. En ik had een jongen naast mij en die raakte helemaal in paniek. Die was gelijk, maar wat bleek nou, die was er gewoon verkeerd uitgespuugd in het systeem. Die wilde helemaal niet bij de commando's, dus die was helemaal de waarde. En die zat ik toevallig naast natuurlijk. Ik zeg, jongen, doe rustig, we gaan hier gewoon... De opleiding, en als je het niet redt, dan red je het niet. En morgen kun je eruit zijn en we zien het wel. Nee, ik wil weer terug naar de trein. Dat was mijn eerste wat ik hoorde. En er waren natuurlijk wel meer jongens die daar waren, die niet op het juiste moment daar waren natuurlijk. Maar voor mij was het, ik wist bij God niet wat er ging gebeuren, maar ik moest daar zijn. Oké. Dat moest. Maar... Dan ben je een jaar in Australië geweest. Ja, langer. En
Of langer. Maar in ieder geval, je bent in Australië geweest. Dus het gros van die mensen komt meteen van school en gaat in dienst. Jij hebt al die ontberingen meegemaakt. Je hebt heel veel levenservaringen opgedaan. Ja. Klikt het dan met de rest van de kerels die zich daar ophouden? Ja, ik moet wel even graven nou in mijn Alzheimer. Maar ja, weet je, wat gebeurde er? Je moest spullen halen, moest iedereen. Hè? Dus je denkt, nou ja, dat gaan we allemaal maar doen. En er waren al een paar mensen die zeiden van, nee, ik wil hier weg en ik wil hier weg. En ik dacht alleen maar, ja, ik wil hier blijven. Maar ik weet nog dat, ik weet niet wie het was, ik denk Koedam. En ik zal nooit vergeten, wij kwamen daar en we moesten... Hoe heet dat? Tijgeren. En op een gegeven moment dacht ik van, ah, dat tijgeren, dat duurt nou wel lang, hè? Dat duurt wel lang. En ondertussen waren er gewoon al jongens weer, die waren eigenlijk alweer weg. En ik denk van, god, zie mijn. Maar ik had de mazzel natuurlijk, dat ik, ja, ik kon wel wat hebben natuurlijk, hè? Ik had wel wat ontberingen gehad. Maar het was voor mij natuurlijk nog steeds zwaar. En wij dachten natuurlijk ook, houdt dit nou nog een keer op? Of ik denk, ik zeg, ja, maar ik kom hier gewoon om dit te doen. Dus we gaan het maar gewoon doen. Ja. En op dat moment had ik ook de rust in mijn hoofd. Er werd geschreeuwd, er werd weet ik veel wat, snel en dit, dat. Maar ik had die rust in mijn hoofd gewoon. En ik deed gewoon wat er moest worden gedaan. Okay. En ik weet wel in die tijd ook en daarna. En de Koedam was helemaal tegen mij volgens mij. Die kwam ook bij me langs. Ja, je gaat nu naar huis. Ik zeg, ga helemaal niet naar huis. Ja, je gaat wel naar huis. Ik zeg, ik ga niet naar huis. Nou, oké, klaar. En dat was later in de ECO. Ik was ploegcommandant, moest ik elke keer weer bij hem komen. Ja, ga maar naar huis. Ik zeg, maar ik ga niet naar huis. Ik kom niet, ik ga niet iets doen wat ik niet wil. Ja, maar het was. Ik heb gewoon een hele mooie periode gehad. Ik had een paar jongens in het peloton die uit Roosendaal kwamen. Manicus, Joep Verbraak en nog heel veel anderen. En wij waren gewoon vrienden. Dus we hadden al een soort vriendenclubje. Zij had al een clubje natuurlijk, want ik had heel veel jongens uit Roosendaal zelf. En daar kon ik een beetje tussen komen. En ik werd dan ploegcommandant en een van die jongens ook, Tom Manicus. Ook een goede maat van mij. Ik heb nog veel goede maten, ook maten van het rugby ook daarvan natuurlijk vandaan. En ja, dat klikte en we gingen ervoor. En dat heeft bij mij nooit in mijn hoofd... een gedachte gehad van, nou, ik kap ermee. Onzin. Nee, oké. Okay. Maar ik probeer even de link te leggen tussen... dat als ik met jou daarover praat, dat je oplicht. Hè? Dan zie ik aan je dat je dat een mooie tijd vond. Ja, was echt. Maar dat je daar door je ziekte eigenlijk niet alles meer van weet. Ja, dat denk ik ook. Maar dat weet ik dus niet. Nee. Het is... Ja, weet je, ik herinner dingen dat je, dan moet je weer een, met name in een, als we buiten de kazerne waren, en we lagen in het bos, of we zijn natuurlijk ook in allemaal gebieden geweest, en dan zat je gewoon met je ploeg van vier, en hebben we zoveel lol gehad, zo verschrikkelijk veel lol. Ja. En alles gedaan wat God verboden heeft natuurlijk, en we lieten ons niet kisten. Ja. En of het nou koud was, of warm, of dat maakt allemaal niet uit. Maar wij hadden een topploeg. Ja. Dus je moet wel oppassen. Dus en je helpt elkaar. Er zijn erbij. Ik heb jongens gehad en denk van nou, ik weet niet of dat gaat lukken. Maar als je die met een paar jongens weer meepakt. Want dat was ook een beetje de game vanuit mijn kant. Ik was natuurlijk van Australië alleen. En dit vond ik helemaal top, want je was met een peloton. En dan moest je met z'n allen dat gaan doen. Je kende helemaal niemand. En wij vonden ook van sommige gasten die eruit werden geknikkerd, vonden wij van hoezo, weet je, we waren gewoon goede gasten. En sommige die hadden gewoon pech, weet je, als je een keer door je enkel gaat, ja, dan is het klaar. En het was, ja, we hadden toevallig een ploeg en dat was gewoon lachen, gieren, brullen. En ja, tuurlijk is het allemaal ontberen wat iedereen heeft gedaan, maar dat moet je ook maar, weet je, het is een spel. En je moet heel blijven. Dat is het enige wat je moet doen. Heel blijven. Ik heb nooit gedacht, nee, stoppen. Dat was gewoon geen issue. Ik ga ervoor en ik moest het halen. En
Tuurlijk heb je het zware momenten. Maar die kwamen eigenlijk later ook pas. Dat ik moest ik iemand meeslepen, de dokter. Toen we zaten in Frankrijk. Dat soort dingen. Dan word je nog een keer getest. Hè? Even kijken of we hem kapot kunnen krijgen. Nou, dat gaat gewoon niet gebeuren. Nou, niet dat zwaar, maar je ziet aan sommigen van... je ziet het aan die kopjes van... luister man, als we dit hebben gedaan, is het toch klaar? Ik kon het gewoon hebben. Ik was fysiek echt super, super sterk. En natuurlijk had ik het ook zwaar. En als het niet zo was, dan kreeg ik wel van iemand het zwaar. Want dan gooit hij nog een rugzak bij mij erbij. En maar ik vond het gewoon één avontuur. Nee, mijn vader en zijn vriendin toen, die stonden bij de kazerne. Ja. Okay. Had ik helemaal niet verwacht. Ja, die vond het natuurlijk fantastisch. Of hij trots was, ja. Dat gaat hij wel halen. Dat kan hij wel. Ja, en je moet... Ja, het zit allemaal in je hoofd, hè. Dat is het hele, als je moet je kop, je moet sterk blijven. En ik, dat hele voorverhaal natuurlijk van Australië, dat heeft me zo gevormd. Ik was er helemaal klaar voor. En je hebt natuurlijk allemaal je dingen dat je denkt van, godsjemijne. Denk je van, ga ik het... Je weet dat je het gaat redden. Maar je hebt gewoon momenten dat je denkt van, ik ben waardig gesloopt van die vorige dag. We hadden super nieuwe apparatuur. En wat bleek nou, jij kent die antennes, hè? Ja. Nou, en later bleek dat die antennes, die T, ja. Dat bij een van die zijtakken, die waren bij alle antennes kapot. Okay. Dus we hebben alles voor jou lul gedaan, want dat ding deed het helemaal niet. Okay. Met mijn maatjes. Gezelligheid. Het mooiste is natuurlijk springen. Dat was de mooiste tijd. Met name ook omdat je daar weer wat geld mee kon verdienen. En het is gewoon gaaf om te doen. Maar ook de oefeningen. Slimme streupers. Die komt er dan ook aan. Dat was ook weer spannend. Want je mocht niet gepakt worden. En dan wil je ook niet gepakt worden, dus het was af en toe rennen. Met z'n allen. Met je rugzak en de hele teringzooi die je bij had. Maar ja, dat waren wel de spannende dingen die je kreeg. En dat je denkt van, ja, als ik gepakt word, dan is het natuurlijk een foute boel. Dus dat waren, in mijn ogen was dat best wel heftig. Dat je uit handen moest blijven van de vijand. Terwijl de vijand het gebied steeds kleiner maakte. ik kan me nog heel goed herinneren. We waren 's nachts en moesten weer een stuk doorlopen. En een van mijn maatjes, die was ik in één keer kwijt. En ik denk, Joep is er niet. En Joep, die konden we niet vinden. Want Joep... We waren bij een heel grote villa stonden we. En Joep die was daar aan het kijken of we daar wat konden eten of iets konden regelen wat voor ons handig was. Maar er was een hele grote hond. En die grote hond die was achter Joep aan het rennen. En Joep die zat in de vijver op een pilaar. Met hand in zijn been. Die was behoorlijk zenuwachtig. En we konden hem maar niet vinden. Waar is die gast nou? Ja, die zat dus verstopt op een pilaar. Omdat die hond daar niet bij kwam. Oh, dat is echt geweldig. Maar ja. En dat soort dingen. Weet je, overkwam je natuurlijk van alles. Ook dingen waar je op niet had gerekend. Soms werden op plekken neergezet. Waarvan eigenlijk iedereen dacht van ja, als je me hier zit, dan vang je me gelijk. Dat is nogal makkelijk. Maar oefeningen waren natuurlijk gewoon aan de ene kant sensatie, maar ook spanning. Want je moest wel zorgen dat je uit de handen bleef van de mensen. En ik kan me goed herinneren, misschien heb ik dat al verteld, maar ik was op een gegeven moment met Tom Manicus, moesten wij een exfiltratie doen, overdag. En alles wat er was maïsveld. Dus je kon ons eigenlijk gewoon zien. Maar we moesten dat overdag doen. En ik zal nooit vergeten. Wij moesten dat doen. Dus ja, nou pech aan de gang.
Dus we lagen in het veld en maar tijgeren. En op een gegeven moment kwam er, hoorde ik iemand en ik denk van, fuck, die heeft ons gezien. En die jongen, die stond, wij lagen met z'n tweeën, waren wel gecamoufleerd, lagen we naast elkaar, ondersteboven zo. En we konden alleen omhoog kijken. En die jongen, die stond gewoon, die stond nog geen meter van ons vandaan. Ondertussen had ik mijn bug knife, want ik heb altijd messen bij me, had ik gepakt. En ik denk, als hij nou mij ziet en hij zegt wat, dan gaat hij eraan. En kun je nagaan hoe ver dat gaat. Ik was gewoon in staat, als hij, want anders waren we de pisang natuurlijk. Ik had hem gewoon opengesneden. En dat is gelukkig voor die jongen goed afgelopen. En voor mij ook, ja. Nou, die hadden we wel verstopt. Echt, maar dat was samen met Ton. Nou, dat hebben we wel eventjes, was even spanning. Dat was natuurlijk heel lullig, want je kon geen kant op. Iedereen zag je. En we hebben dat later ook een keer met een hond gehad. Die achter ons aan zat. En dat was ook een beest. Die dacht ook van, dit zijn de verkeerde mensen. Ik denk dat ik maar niet ga blaffen. Zo ging het echt. Ja, dat waren toch wel... Ja, we zijn natuurlijk een paar keer gevangen genomen. En toen zijn we ontsnapt. Toen zijn we nog een keer gevangen genomen. En toen kwam ook onze, hoe heet het... instructeur die kwam er ook aan van, ja jongens, jullie moeten nou wel meespelen, hè? Je moet nou gewoon hier blijven en speel het spelletje. Maar wij waren weer radicaal bezig om alles te slopen. Ja, leuke dingen, maar af en toe, of regelmatig eigenlijk, als je op oefening was, had je het gewoon zwaar, ook omdat je totaal wel onder druk stond. Dus ze mochten je niet pakken. En wij zaten in een helikopter met allemaal Amerikaanse jongens. Er waren ook jongens die waren naar de Falklands Islands geweest. En die zaten in het gebied ook waar wij waren. Die hadden overal scheid aan. Hoezo vijand? We lopen gewoon door en anders krijg je een klap. Wat dat betreft waren we natuurlijk nog groentjes om dat allemaal mee te maken. Maar dat was ook, op het moment dat ik dacht van, oké, nu kunnen we naar buiten, of het nou met een helikopter is of het veld in. Ja, dan was ik in mijn, hoe heet het? Element. Ik wilde eigenlijk bij het korps blijven, maar ik had ook wel die tijd gezien, er is niks. We hebben geen vijand, we hebben geen... En toen dacht ik ook van, ja, ik vond het eigenlijk zo mooi, dus ik wilde wel blijven. Maar ik denk van, ja, als ik nou de hele dag op de kazerne moet... dingetjes moet doen en ik zag in ieder geval het nut er niet van in, op dat moment. Als we op dat moment wel gevaar zou dreigen voor Europa, dan was ik gewoon bij het korps gebleven. Maar ja, wat ga je daar doen, hè? Toen kwam ik thuis, toen woonde ik in Amsterdam, ja. Toen kwam ik thuis. De eerste dag dat ik uit dienst was, heb ik Ronnie Brunswijk gebeld in Suriname, via... een van onze instructeurs. En toen heb ik gevraagd, ik wilde voor hem vechten. Ook bizar. Alleen hij wilde mijn ticket niet betalen. Ik zeg, ja, als je mijn ticket niet betaalt, dan kom ik ook niet naar je toe. En dat is misschien ook een dingetje in mijn leven geweest, van dat maar goed is, dat het zo is gegaan. Want ik was helemaal klaar nog. Ik stond nog helemaal stijf van adrenaline. Van, jongens, we moeten nou gaan knallen. Want nu gaan we voor Techie. Nou, gelukkig is het daar niet van gekomen. Want anders had ik er waarschijnlijk hier niet gezeten. Dankzij oma Ronnie. ik wilde gaan studeren. En voor mij was de eerste keuze eigenlijk om rechten te gaan doen. In Amsterdam. Helemaal niet rechten doen. Economie. In Amsterdam. En als dat de bedoeling is. Ja. Okay. Dus ik wilde naar de universiteit economie gaan studeren. En daarmee is mee in de gang. Ik zat toen, ik in die tijd na dienst, zocht ik een baantje in Amsterdam. Toen kwam ik bij een benzinepomp te werken. Zo'n heel groot station, een van die eerste grote stationen bij een hele drukke pomp, 20 van die dingen en zo. En ik ging daar gewoon voor een zaterdagbaantje heen. Toen kregen we die autovrije zondagen en dat soort dingen. En
Maar deze pomp die was zo druk. En die man, die eigenaar, die zei van... joh, ik heb mijn handjes tekort. Ik zeg, nou ja, ik kan je wel helpen. Maar omdat ik... hij wist natuurlijk ook wel middelbare school, blablab. Ik zei, ja, maar ik heb wel andere dingen voor jou. Je kan ook die toko hier een beetje gaan runnen. En voorraden en tanken. Ik zeg van, ja, ik vind alles goed. Maar ik kreeg daar per uur... dat was nog de gulden tijd. Ik denk dat ik iets van 15 gulden per uur kreeg. Ja, benzinepomp. Ik zat ook risico's aan en zo. En ik kon net zoveel uren draaien als ik wilde. Nou, weet je, ik had helemaal geen tijd om naar de universiteit te gaan. Ik zat bij die pomp. En dat was hard werken. En ook 's nachts. Maar ja, er kwam mijn geld binnen. En dat was voor mij ook wel interessant. En daarna ben ik naar de VU gegaan. En toen dacht ik ook van, ja, is dit het nou voor mij? Ik had nog te veel dingen, zeg maar oudsier, Australië en zo, dat je denkt van, hé, hey, wat ga ik nou doen? Maar toen ben ik toch naar de universiteit gegaan. Ben ik begonnen met economie. En dat heb ik precies 1 dag volgehouden. Dus toen ben ik daarna verhuisd naar Utrecht. En toen ben ik rechten gaan doen. En vanuit dat rechten... heb ik niet afgemaakt trouwens. Kwam ik bij... ik raakte bij een... wat heb ik gedaan toen? Ik kreeg een... mijn enkel was in tweeën. En... toen dacht ik van, hey, toen kwam ik in aanraking met een fysiotherapeut. In Amsterdam. En toen dacht ik van, joh, dit ga ik doen. Dit lijkt me fantastisch. Mijn broer was lid van het koor. En die had gezegd van, ja, Mike, je moet ook naar het koor. En hij was roeier, wedstrijdroeier. En ik zeg, oké, omdat jij het leuk vindt, ga ik dat spelletje wel even meespelen. Maar ik kwam er net uit dienst. En dan kwam ik daar ook in zo'n setting van dat je ontgroen moest worden en zo. Ja, dat ging natuurlijk helemaal fout. Ik had een jongen in mijn tent zitten. Die heette Gebrandi. Dat is natuurlijk van de familie Gebrandi, de bekende. En die werd dan de oproof van onze tent. En Gebrandi, aardig vent verderom, maar dan zei hij van... Mike, we gaan met z'n allen eventjes die tent doen. Hè? Ik zeg, jongen, veel plezier, maar ik ga niet meehelpen. Als jij dat wil doen, moet je dat maar lekker doen. Want je kent toch wel die boogtentjes, die zet je zo op. En ja, maar we moeten het met z'n allen doen, want we zijn een team en zo. Ik zeg, nou jongen, ik weet nog helemaal niks van jou. En we zijn nog helemaal geen team. En dat gaan we misschien ook niet worden ook. Dus die werd helemaal gefrustreerd. Dus ik zei tegen hem, ik zeg, luister. Wat we kunnen doen is, dat jij gaat hem opzetten, of ik. Maar wel, wie het snelste heeft gedaan, die heeft gewonnen. Nou, zegt hij, nee, dat is niet eerlijk. Ik kan dat niet zo in mijn eentje doen. Ik zeg, kan je dat niet in je eentje doen? Maar hoe gaan we dat dan wel doen? Nou, er werd een soort discussie en ik was hem een beetje aan het afzeiken natuurlijk. Dus ik zeg, nou weet je wat, ik ga je helpen. Maar we moeten het wel binnen 10 minuten doen, hè? Want anders is het niet leuk. Ja, nou maar lastig. Dus wij gaan. En Gebrandi was natuurlijk aardige kerel. En, maar 's morgens, nou, was er een vijen. Vanwege dat ik nog mijn dienst had gehad. Ik was al lang helemaal aangekleed en voordat iedereen wakker was, weet je. En dan ging ik met die ontgroeningscommissie vragen van, ja, kan ik niet vast al een eitje krijgen, wat dan ook. En die vonden dat allemaal wel een beetje leuk. In ieder geval, verder heb ik er helemaal niks aan gehad. En ik was natuurlijk super fit en ik moest hard lopen met die jongens. Ja, weet je, van hetzelfde weer. Maar ik kan heel snel met mensen klikken, zeg maar. Niet dat je voor het leven bij elkaar blijft of... Maar ik ken ook heel veel mensen. En daarna helemaal met mijn fysiotherapie natuurlijk nog veel meer. Maar het was gewoon gezellig. Ja. Gewoon feest. En je moest ook wel je ding doen. Maar ja, bij mij was dat meestal dat ik... Mijn ding was ook gewoon werken in cafés en overal om mijn geld te verdienen. Dat had je ook nodig. Het mooiste is gewoon van... hoe krijg je zo snel mogelijk iemand weer op de been? Voor mij was ook alles een wedstrijd, hè? Ik heb heel vaak ook met collega's gewerkt. Ik zei van, luister, nou, dit is bijvoorbeeld een knieklacht. En ik had dezelfde knieklacht. En dan was het ook een beetje van, oké, wie is het eerste klaar? En niet in de zin van dat je het gaat afranselen. Maar je moet het product gewoon goed neerzetten. Je moet dingen doen die anderen niet doen. Ik heb
toen ik in Amsterdam kwam, toen heb ik een tijd met Chinezen gewerkt. Die werken op een heel andere manier als in de fysiotherapie die we normaal allemaal kennen. En de technieken die zij gebruiken, die vond ik veel beter. En dat heb ik ook altijd gedaan. En ja, dat is hem allemaal goed gegaan. De tijd dat je ermee bezig bent, is gewoon gaat sneller. En niet veel meer sneller, want als de patiënt fit is, dan gaat het wat sneller. En als hij minder fit is, gaat het misschien wat minder. Maar die technieken die de Chinezen toepassen, heb je geen apparatuur voor nodig. Kan je helemaal met je handjes doen. En ja, dat heb ik gewoon. Toen was ik in de tijd ook met Ajax, die spelers die bij ons kwamen. Ja, in Amsterdam heb ik zo'n ontzettend leuke tijd gehad. Met allemaal, weet je, niet alleen omdat het bekende mensen waren, maar je moest gewoon scoren, klaar. Je kreeg een tijdslimiet, zo snel moet je doen, want dan moet die jongen weer op het veld staan. Ja, dat is wel buffelen. En hetzelfde heb ik hier in Nieuwegein ook gehad met de jongens van Utrecht. Dat is gewoon, kijk, topsporters zijn gewoon, zoals ik ze herken, zijn allemaal hele, aan de ene kant relaxte mensen. Je moet wel het vertrouwen winnen. En als je het vertrouwen wint, dan heb je ze en dan praten ze ook wel door. Dus dan gaat dat allemaal vanzelf. Ja, en als je dat eenmaal hebt, dan gaan natuurlijk andere mensen erover praten. Oh nee, die doet ook jongens van wat voor clubje dan ook. En dat is weer interessant voor ze. Dus die mensen komen ook weer naar je toe. En zo ga je je netwerk maken heel snel. En ja, en toen kwam ik op een gegeven moment mijn eerste partner tegen. En toen ben ik naar Nieuwegein verhuisd. Nou, dat is wat, hè. Dan ga je terug in de tijd. Dus ik ben getrouwd. En hoe lang ben ik getrouwd geweest? Een jaar of 10, meer nog, denk ik. En toen was ik het zo zat. En ik heb twee kinderen. Die heb ik al jaren niet meer gezien. En ja, uiteindelijk kwam ik Aartie tegen en dat is mijn geluk geweest. Nee, het was op een gegeven moment. Ja, weet je, waar twee vechten hebben, twee schuld. Ik had natuurlijk wel twee kinderen, maar die wonen hier vlakbij. En alleen ik zie ze nooit. ik werkte dus best wel heel veel uurtjes. En mijn partner, die ging steeds minder werken. En ik zei op een gegeven moment ook van ja, weet je, maar je kan niet zomaar minder gaan werken. Want dat gaat niet goed. Nee. Oh. Ze zat eerst bij een consultancybedrijf en daar wilden ze weg. Ik zeg, ja, waar ga je er weg, man? Je zit daar hartstikke goed. Goede baan enzovoort. En dus in de kinderdagverblijf toestanden, organisaties terechtgekomen. Maar dat betekende wel dat ik weer nog harder aan de bak moest om het allemaal te regelen natuurlijk. En ja, uiteindelijk ben ik, hoe het ook is gegaan, was ik er helemaal zat mee. En heb ik gezegd van, ik trek de stekker eruit en jullie blijven hier wonen en ik ga weg. Nee. We twee schuld hebben, of twee mensen zijn, dus we hebben ook twee schuld. En ik zou niet eens haar de schuld geven, maar ik zag het niet voor de rest van mijn leven dat ik op deze manier zou opereren. Mijn ex-schoonouders die hebben twee zaken en ik had daar ook nog twee zwagers. En ja, ik had daar gewoon prima mensen hoor, maar het was niet mijn piece of cake. En op een gegeven moment was ik wel een beetje zat dat ik, ik moest gewoon extra werken om het allemaal voor elkaar te krijgen natuurlijk. En niks ten nadele van mijn ex. Maar ja, als die minder gaat werken, moet ik meer werken natuurlijk. Nee, ik heb niet zo vaak spijt. Hè, want er zijn gewoon dingen die gebeuren. Je hebt in je leven zaken die je wel kan benoemen of niet kan benoemen. Of je bent er beter in of minder. Dingen gebeuren. En het is eigenlijk wat ik wel. Het is altijd een soort trieste situatie. En met name voor kinderen. Aan de andere kant, die kinderen hebben dat ook niet allemaal in de gaten. Maar we hebben daarna ook hier. Mijn kinderen ook heel vaak, die mochten hier gewoon langskomen.
Maar op een gegeven moment hebben ze gezegd van, doei, jij bent bij een andere vrouw, de groeten. En sinds die tijd heb ik ze niet meer gezien. Ja. Aartje, die kwam ik tegen op een gegeven moment keer. En ja, een fantastische vrouw. Heeft het ontzettend moeilijk met mij. Ja, omdat zo... bij het begin? Nou, ik kwam haar, ik had haar een paar keer gezien. En een paar keer tegengekomen. En zij zat in de gemeenteraad. Voor de VVD. En ik heb haar een paar keer gezien. En ik ben een keer naar haar toe gegaan. Een paar keer afspraakjes gemaakt. En ja, dat klonk wel. En zij is controlfreak en ik totaal niet. Dus dat kon lekker botsen. Maar ja, fantastische vrouw. Ik kan er niks anders over zeggen dan dat. Dat is zo een diehard, dat is niet normaal. Als die ervoor gaat, dan gaat ze ervoor. Het is gewoon een ontzettend lieve vrouw. Het is een harde werkster, ze is sterk. Eigenlijk te sterk voor wat ze moet doen. En ze is, het is een bruggenbouwer is het. Ik ben, zij is een niet alleen een controlfreak, zij is, denkt altijd over allemaal dingen na. En ik ben heel, ik ben net een, hoe heet het, een jong hondje. Zij heeft aan de andere kant helemaal niet veel vrienden. En ik heb heel veel, weet je, dat zijn allemaal van die dingen. Ja, jij kent iedereen en dit en zo. Ik zeg, maar dat heeft niks te maken met... Zij is een fantastische vrouw, maar het is een controlfreak. En dat is best lastig om mee om te gaan. Ik maak makkelijk contact met mensen. En zij is toch wel afwachtend. En zij is veel serieuzer met alles trouwens. Wat dat betreft ben ik ook af en toe een pup. En, maar ik zag het toen ik haar leerde kennen. Ja, ik denk, ik kende haar nog helemaal niet goed, dus dat duurde wel nog eventjes. Maar dit is het, wat ik noem de volwassen vrouw. Scherp, ontzettend lief, kookt graag, ook niet verkeerd. Ik woon in een restaurant echt. En ja, ik vind het echt fantastisch. Alleen, kijk wat nu, mij nu overkomt, of overkomt, je wordt ziek. En dat is natuurlijk allemaal shit, terwijl je andere plannen hebt natuurlijk. Dus daar heb je helemaal geen ene kloot aan. En ja, zij is een beetje wel een Einzelganger. Heeft ook minder mensen om zich heen. Wat ik mankeer. Ik heb Alzheimer. Dat is een ziekte. Ik val in de groep jong dementie. En ik heb een sportdementie. En dat zijn een aantal drie ziektes die ik daar heb genoemd. En op dit moment kunnen ze daar niet zo heel veel mee. Ik ben onder behandeling in het VU ziekenhuis in Amsterdam. Daar zijn ze gespecialiseerd in dit hele verhaal. En daar word ik begeleid in de zin van, doordat ik daar naartoe ga, wordt er beter op me gelet. En dat betekent dat ik meer scans krijg voor mijn hoofd. Kijken hoe dat gaat, of dat slechter wordt of stabiliseert. Ik krijg medicatie, dat zijn experimentele medicatie, om te kijken of ik daar goed op reageer. En voor de rest moet je verder gaan met je leven, want er is nog geen... er zijn nog geen mogelijkheden om hier vanaf te komen. De Alzheimer en de andere twee erbij ook, dat heb je helemaal niet in de gaten. Je bent met je werk bezig. Ik heb wel eens van patiënten gehoord, een tijdje geleden, van... Mike, volgens mij zit jij aan het linkerbeen en ik had aan de rechterkant pijn. Dan denk je bij jezelf, oh ja, dat kan hè, dat kan gebeuren. Dus dan zeg je van, oké, nou is goed dat u het zegt, want nou, dan gaan we met dat been aan de gang. Maar je hebt toch helemaal niet in de gaten dat het
binnenwerk van je hersenen, dat daar gewoon ergens een soort kortsluitendje is. Je merkt bij het, als je gaat praten, dat je soms niet uit je woorden kan komen. En dan denk je van vermoeidheid of whatever, wat je kan hebben. En het komt als een sluipmoordenaar naar binnen. Je hebt het, in ieder geval ik, heb niet in de gaten dat er wat met je aan de hand is. Want ik was gewoon fit. En ja, en je denkt helemaal niet aan die ziektes. Want waarvoor zou je daar voor in aanmerking komen? Je denkt aan oude mensen en mensen die ja, op een gegeven moment weten. Maar voor mij was dat gewoon compleet. Ik had het niet in de gaten. Ondanks zelfs dat patiënten wat zeiden. Of ondanks mensen gewoon zeiden, Mike, gaat het goed met je? En het, om er even op door te gaan. Ik kreeg het pas wel in de gaten. Toen ik, er zijn twee dingen gebeurd. Toen Aartie van mij een puzzel had gekocht. Van veel stukjes. En ik kon die hele puzzel niet in elkaar zetten. Dat was voor mij onmogelijk. Terwijl ik prima een puzzel in elkaar zette. Maar dat ging gewoon niet. Dus ik flipte gewoon. En we hebben een keer een heel simpel IKEA dingetje gekocht. Wat een kind van vier in elkaar kan zetten. Ik kreeg het niet voor elkaar. En dat was een beetje het moment van dat we zeiden van, Mike, we moeten toch maar eens naar de dokter gaan om te kijken van, er is iets met jou aan de hand. Er is iets aan de hand, maar we weten niet wat. En kijk, waar denk je aan in het leven? Een griepje, een hoofdpijntje, ah, ik heb me gestoten. Maar niet aan ziektes. Dat, hoewel ik wel een beetje in die business zit, komt dat helemaal niet naar boven. Van, hé, je hebt een ziekte. Die heeft er volgens mij nog helemaal niks mee gedaan. Maar die heeft wel aangegeven van, we kunnen met dit verhaal beter naar de specialist gaan. Toen zijn we eerst in het Antonisch ziekenhuis geweest. Daar zijn we niet zo goed geholpen, om het zo maar te zeggen. Dus dan waren we snel weer weg. En uiteindelijk zijn we bij het VU ziekenhuis gekomen. Maar hoe? Je, een partner zou het misschien kunnen diagnosticeren van jongens, er gaat echt niet, iets niet goed. Maar zelf heb je het niet in de gaten. Want het zijn, je denkt aan vermoeidheid, je denkt aan kan gebeuren. Hè? En als ik ook met patiënten praat, nog steeds, die zeggen ook van ja, maar ik heb dat ook wel eens of ik heb dat ook wel eens. Maar dat is niet. Ze zijn in het algemeen gewoon meer gespecialiseerd. Doen onderzoek, dat doen meer ziekenhuizen, maar doen ook onderzoek. En daar wil je mee komen. Dat zijn studies waarbij ze gaan kijken van, joh, wat is er aan de hand? Wat kunnen we, waar kunnen we in evalueren? Kunnen we meten met andere, heel veel mensen, maar ook met andere organisaties, andere ziekenhuizen wereldwijd. Want het blijft maar doorgaan natuurlijk. Maar je merkt gelijk dat je daar ja, professionals hebt. Dat is echt wel een verschil. Dus eerst kijk je gewoon wat wel kan. En dan moet je kijken van, oké, wat voor plek ga ik dit geven in mijn leven nu? Ja, dus deze aandoening. En dat is wel even een behoorlijke klap. Omdat je denkt van in het begin van, nou, ik ga er tegen knokken. Voel ik er ook iets in? Hè? Dus ik ben ook altijd weer bezig geweest met van, hey, voel ik wat er in mijn hoofd zit? Ik heb soms, of heel vaak, ben je aan de ene kant een beetje bang voor bloedinkjes die al in je hoofd zitten. Maar ja, daar kan je toch niks mee doen, dus dan kun je wegvegen. Dementie, oké, dat is dan zo. Maar ik kan nog veel vergelijken met anderen. Nou ja, je weet dat je tegenstander sterker is. Dat is het eerste ding waar je aan denkt. En we moeten ook niet vergeten dat
veel meer mensen hebben het. Maar er zijn ook heel veel onderzoeken. Dus aan de andere kant hoop je ook, en hoop is natuurlijk twijfel, maar dat er misschien toch iets naar boven komt waardoor dit sneller kan genezen. Als dat ooit zo kan gebeuren. Maar we weten wel in de hele wereld dat er zoveel onderzoek wordt gedaan. Er zijn 150 miljoen mensen in de wereld die dit hebben. Kijk, en zelf kan je er niks mee. Dat ik denk van, potverdomme, hè? Waarom heb ik dat? Of wat ga ik hier nou mee doen? Hè? Je zit ook wel eens, want er is geen oplossing nog. Dus je moet zelf meedoen. Dus je moet elke keer weer een stap nemen van, oké, we weten nog niet precies hoe het in elkaar zit. We weten ook niet de oplossingen. We moeten wel gaan kijken wat wel kan. En dat moet je altijd blijven doen. Je moet blijven kijken wat kan wel. En daar zitten nog heel veel verdrietjes in. Dat je denkt van, ja, godverdomme, ik moet heel veel andere dingen doen. Maar die kunnen niet meer. Maar ik kan nog steeds een boek lezen. Ik kan nog steeds fietsen. Ik kan gaan hardlopen. Ik kan nog zoveel. En de mensen die ik zie in mijn omgeving die hetzelfde hebben, ja, die zijn niet beter. Dus ik weet wel dat dat ook gaat gebeuren. Maar ja, weet je, dat zien we wel. Ik vraag me, laat ik het zo zeggen, ik ben niet bezig om de battle te winnen. Ik ben bezig om te kijken, en daar heb ik de specialisten voor nodig. Zijn jullie wel op de goede weg bezig? Kan ik jullie van dienst zijn? Zijn er nog mensen die naar je luisteren? Met Aart heb ik daar vaak over gehad. Er is nog nooit de vraag gesteld, bij in ieder geval bij mij, maar ook zeker bij andere mensen. Wat voel je nou precies? In je hoofd bijvoorbeeld. Want wij voelen alles, wat allemaal dingen in ons hoofd. Ik heb nooit hoofdpijn. Nooit. Maar ik heb nu wel druk in mijn hoofd. Wisselend. Steekjes. Dingen. Ik weet wel dat er iets aan de gang is. En dat zal te maken hebben met de Alzheimer. En wat er nog meer is. Dus daar moet je gewoon mee samenwerken. Er is een ander gedeelte in mijn lichaam wat niet goed zit. En de rest hopelijk wel, of beter. En dan moet maar gaan samenwerken. En je moet positief blijven kijken. En doorgaan met wat je doet. En in ieder geval blijven praten. Blijven kijken. Blijven sporten. Als ik een dag niet sport, voel ik me echt slechter dan als ik het wel doe. Dus ik blijf dat doen. En dat zeggen die specialisten ook. Ja, je moet dit en dat doen. Maar ja, ik zeg ook tegen hun van, maar jullie weten helemaal niet wat wij meemaken. Dus dat is lastig. Dat is lastig. En wat ook wel een beetje lastig is, hoewel het lijkt dat het beter gaat, is dat je, wij willen helemaal niet ermee worden geconfronteerd. Kijk, jij stelt een goede vraag. Dank je. Maar eigenlijk willen we het helemaal niet, weet je. En dat zie ik ook bij de mensen met wie ik samen in, bijvoorbeeld dagverpleging, hoe heet dat? Dagbesteding en zo. Dat er gewoon, je mag blij zijn dat je nog zo goed hierin bent. En als je die, wappies dan ziet, dan denk ik ook van, man, dan denk ik wel eens van, oké, als ik in die fase kom en ik kan nog me dat realiseren, nou, dan heb je echt een moeilijk punt. Wat we hebben afgesproken in het testament is, heb ik gewoon van begin af aan gezegd, ik ga all the way. Dus je kunt fases neerzetten waarbij je bijvoorbeeld je partner kan zeggen van oké, dit hebben we, nou stoppen we ermee. En ik heb dan besloten om te zeggen van ik ga helemaal tot het eind, zolang het kan. En natuurlijk zolang het nog normaal is om op die manier te leven. Maar voor mij is het gewoon tot het eindje. Nou ja, je weet, ik denk dat je wel merkt dat je slechter wordt. En dat je je functies van je lichaam ook steeds verzwakken, minder worden. Waardoor je wel of niet pijn krijgt. Maar ik wil het wel zoveel mogelijk, als het toe wordt gelaten door de buitenwereld, wil ik het wel ervaren. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk voor de mantelzorger. Ik kan mezelf ook voorstellen dat als ze de rollen andersom zouden. De rollen andersom zouden. Ja.
de rollen andersom waren. Dat je, ja, op een gegeven moment moet je een streep trekken. Maar bij Alzheimer is dat gewoon niet te doen. Ja. En er zijn mensen die zeggen van, nou, tot hier en niet verder. Ja. En bij mij is het gewoon van, ga maar verder. Ellendig van het verhaal, je hebt dus een mantelzorg nodig. En dat wordt maar zomaar voor, en gemiddeld is dat de partner. En die krijgt dat gewoon dat blok naar zich toe. En dat is natuurlijk gewoon drama, want dat is een hele klus. Nee, maar we hebben gewoon wel discussies. En ik zeg ook wel eens, dan zie ik ook aan haar dat van, weet je, hoe ga je dat redden? Want het is druk veel, ook met je eigen werk, maar ook met emoties en alles wat er in het leven is. En dan denk ik ook wel eens van, dat heb ik wel gezegd dat ik tot het eindje wilde. Maar, en daar zijn natuurlijk bij geweest, maar ze altijd nog blijven nadenken van, als ik nog kan nadenken en ik zie dat zij heel erg achteruit gaat, dan is maar de vraag van wat ik dan nog kan doen. Dat zijn de lastige dingen die van deze ziekte, en voor meer ziektes, maar het sluimert en je kan niet zeggen van, hier heb je een aspirintje, oh, de temperatuur gaat lager, oh ja, het is weer goed. Ja. Gaat niet gebeuren. Nee, maar ik wil zo lang mogelijk nog blijven leven. En we kunnen niet van tevoren zeggen, hoe snel gaat het? En heb je er echt heel veel last van? Of doet het pijn, of wat dan ook? Moet ik dat ook aanvullen? Jij bent gewoon bang dat we je een spuitje geven op het moment dat je nog goed bent. Dat heb je letterlijk tegen mij gezegd. Ja, dat is ook waar. Ja, nou, ik kan me iets bij voorstellen. Ja. Dat gaan we helemaal niet doen. Ja. Maar wat jij zegt als alternatief, dan sla ik de hand aan mezelf. Dat is toch ook geen oplossing? Dat doe je mij toch ook niet aan? Ik ben niet alleen maar je mantelzorger. Nee. Maar dit kan, je weet niet wat er al in die periode allemaal gebeurt. Het is geen... Ik kan ook gewoon fietsen en één keer kom ik onder een auto. Ja, dat regel je dan zelf dan? Nee, dat is helemaal mijn plan helemaal niet. Maar, wat bij mij heel belangrijk is, je geest die kan nog, ondanks dat die aangetast is, kan die nog heel scherp blijven of sterk blijven. En dat je het gewoon nog iets langer uit kan houden. En dat is wel iets wat ik, dat zien we wel. Wat vind jij van je eigen situatie? Fantastisch. Nee, het was, ik, weet je... Vind je het zelf zielig? Nee. Kijk, wat ik hoor van andere mensen is dat ze vaak helemaal niet begrijpen hoe zo'n ziekte werkt, of ook bij hunzelf. En raak in paniek en zie je niet meer zitten, wat dan ook. Ja, het is geen griep, maar het is ook een ziekte en nou, daar ga je aan overlijden. En ja, je wil zo lang mogelijk nog kijken van hoe houd ik me nog? En weet je, hoeveel jaar hebben ze me gegeven? Zes. Nou, stel dat ze over 5 jaar iets vinden. Het zou toch zonde zijn als ik alweer in de kist lig en ik heb het gemist. Dus dat is ook een beetje... Jouw levensverwachting is nu nog 6 jaar. Okay. Hebben ze gezegd. Ik weet niet waar ze het vandaan hebben. Vanwege de snelheid van je achteruit. Ja, maar dat is... Dus je gaat meer achteruit dan dat je kan communiceren. Ja. Dus ja, weet je, dit. Kijk, ik kan me voorstellen, hè, dat een beetje ook mijn dingetje van... Je mensen met kanker, die hebben gewoon pijn. En misschien de hele dag en altijd. Met Alzheimer heb je dat vooralsnog nog helemaal niet. En ik heb ook nog niet gehoord van... Dat mensen dat echt daadwerkelijk aangeven dat ze heel veel pijn hebben. Nou, dan heb je nog een mazzeltje eigenlijk. Dus je moet ook kijken van wat had dat nog meer kunnen zijn. En wie weet, komt er nog wat? Ja, heb je daar hoop op? Ja. Ja, hoop doet leven. Precies. En ook, weet je, want het, of je nou wel of niet in God gelooft... Je komt hier binnen op de aardbol en je gaat er ook weer vanaf. En hoe lang dat gaat duren en hoe. En ik probeer altijd het positieve erin te zien.
En dat probeer ik met alles te doen. En misschien is dat soms wel ook stom. Maar ik probeer altijd wel te denken van, oké, wat kan ik nog wel? En wat kunnen we misschien nog? En dat is hoe je er in alles in moet staan, denk ik. Want anders, kom je even terug op het KCT. Als je gewoon nou zou denken van, nou, ik vind dat hartstikke leuk om dat te gaan doen. En dan ben je op een gegeven moment, de eerste twee dagen ben je de Sjaak, zeg maar. En ik ken zat gasten die zeiden van, als dit zo blijft doorgaan, dan ga ik niet redden. En dan denk ik ook van, dat is het nou stom, man. Je moet het gewoon doen. Ja. Is dat de waarde van de beret voor jou? Die gedachtegang? Dat je nu... Ja, zal zeker meespelen. Weet je, je moet niet zomaar laten kisten. Ik zit zelf ook wel de dag denken van, je hebt het allemaal leuk met al die... Kijk, als je nou... Er gaan heel veel dingen fout in de ziekenhuizen. Straks komen ze bij mij ook van... meneer, dat is helemaal niet waar met dat, weet je. Er zijn zoveel dingen die wel goed gaan en niet goed gaan of veranderen. Ik denk altijd dat je, zolang je het nog kan, moet je gewoon proberen in leven te blijven. En nog, voor zover je nog kan genieten in die tijd, moet je het gewoon laten gaan. En je gaat vanzelf een keer zakje in en dan ben je weg. En dan zien we wel wat we dan weer tegenkomen. Maar ja... De griep, dat doe je een pilletje en op een gegeven moment gaat het over. Ik denk dat dat met dit verhaal hetzelfde wordt. Er zijn zoveel mensen mee bezig om hier wat tegen te doen. Nou, misschien heb ik nog mazzel.